Willy Poppe, ik ben arts, ik ben gynaecoloog. Ik werk in het universitair ziekenhuis Gastersberg in Leuven. De humane papillomavirussen hebben een belang voor de, voor de vrouw omdat zij de oorzaak zijn van een aantal aandoeningen of ziekten die vaak onschuldig zijn, maar die ook soms niet onschuldig zijn. En het is nu al, ja, toch al verschillende decennia geweten dat zij de oorzaak zijn van. Diverse kankers van vooral de lage genitale tractus, en ik spreek dan vooral over de baarmoederhals, maar met uitbreiding ook vagina, vulva, anale regio, en dan buiten de anogenitale sfeer, ook de laryngiale en orale eh, carcinomen, zijn voor een gedeelte door deze virussen veroorzaakt. Er is een groot verschil in het oncogene potentieel van de HPV. Er zijn er ongeveer 40 van de meer dan 100 HPV-types die we kennen die geïnteresseerd zijn in het anogenitale gebied. Daarvan zijn er om en bij 15 gekend die oncogeen potentieel hebben. Dat wil zeggen dat zij een oorzakelijk verband hebben met baarmoederhalskanker, maar ook de andere. En van die 15 zijn er twee met voorsprong die het meest agressief zijn, die dus het, ook het hoogste oncogeen potentieel hebben. En dat zijn de HPV-types 16 en 18. Dus de COBAS-HPV-test situeert je waarschijnlijk het beste bij de paneltesten, waarbij men dus een staal, een uitstrijkje van de baarmoederhals bijvoorbeeld, onderzoekt op de aanwezigheid van HPV-DNA en die dan aangeeft: het is positief of het is negatief voor de oncogene types. Maar de COBAS-test onderscheidt zich nog van de andere paneltesten. Door het feit dat het een onderscheid maakt tussen HPV16, 18 en de andere oncogene typen. De sensitiviteit is zo, de, is zo hoog dat je eigenlijk bij ja, de minste aanwezigheid mag het niet zeggen, want er is ook een, een kritische grens onder de welke je dat DNA niet vindt. Maar het minste DNA zal gevonden worden. Ik bedoel, het is een heel sensitieve test en hij is ook heel specifiek. Men heeft onderzoeken gedaan waarbij men de. Um, de Cobas-test heeft uh, vergeleken met de gevoeligheid van uh, PCR, dus de genotypering met uh, PCR-methodologie, uh, en ook nagekeken heeft of, uh, of er een kruisreactie is, bijvoorbeeld met laag risico-HPV-types, wat je eigenlijk niet wil. En daar komt dan toch de uh, Cobas-test uit als zeer gevoelig en heel specifiek met een heel lage uh, kruisreactie, uh, gevoeligheid voor niet-oncogene HPV-types. Wat iets meer het geval lijkt te zijn in vergelijkend onderzoek, uh, uh, bijvoorbeeld bij de Hybrid Capture 2-test, die dan toch ook een van de, van de, van de, van de, de standaard paneltesten is die men in de praktijk uh, gebruikt. Je moet de test wel herhalen. Uh, een vrouw die nu HPV-negatief is, kan door veranderde omstandigheden, door andere uh, partners te hebben. Kan wel een HPV-infectie, bijvoorbeeld HPV-type 16-infectie, oplopen? Dus dat weet je niet. En uh, Daarom moet de test herhaald worden. Het kan zijn dat zij over vijf jaar of later uh, wel een HPV-16-infectie heeft en dat je dan toch uh, best weet of dat dat geen uh, verwikkelingen nalaat. Dus de test moet wel herhaald worden. Alleen we hebben nu het geluk dat we een test hebben die hoogsensitief is voor het opsporen van Syndrialetsens. Dat wil ook zeggen dat wanneer je een negatieve COBAS-test hebt, dat de kans dat je in de volgende drie jaar, uh, op basis van de Athena-trial weten we dat dat, dat cijfer van Syn 3 in die groep 0,2% is. Ja, vergeleken met 25% of met uh, 10% of met 5% is dat een significant verschil. Dus dat maakt ook dat het interval om de screeningrondes te laten doorgaan groter mag zijn dan bij de klassieke uh, screening met cytologie. Dus daar is het laatste woord nog niet over gesproken, maar men spreekt zeker over, over intervalperiode van vijf jaar of langer zelfs. Ja. De take-home message is dat we op dit ogenblik op een moment gekomen zijn dat we uh, zeer goede testen hebben om meer vrouwen met SIN3 in een screeningonderzoek op te sporen en dat we ook een bijkomende uh, secundaire triagetest hebben die echt wel de vrouwen kan aantonen die een colposcopie nodig hebben om een cin 3 of een relevant letsel van een baarmoederhals op te sporen. Het is alleen de implementatie die... Weer op zich zal laten wachten, vrees ik. Uh, het, uiteraard moet zo'n zo screening niet in, op individueel vlak gebeuren, maar moet dat georganiseerd worden binnen een populatie, binnen een land, binnen een gewest. Ik laat, ik laat me vrij om daarvoor te kiezen, maar het moet georganiseerd gebeuren. Dus iedereen moet met de neus in dezelfde richting staan. En het moet dan ook op het veld ook volledig georganiseerd worden. En daarom gaat het natuurlijk weer moeilijk zijn om, om het in die richting te doen. Maar we hebben de testen en we hebben de kennis. Alleen moeten we het nu nog implementeren in de praktijk? En ja, dat is natuurlijk ook een, een soort van een, politieke, uh, een politiek commitment dat men zal moeten maken: van we doen het gewoon en we geven er ook geld aan uit. <middels>